Bewoner onwel geworden na gaslek in zijn woning. En Paul Blokhuis reikte op stapdiploma's uit. Een bewoner aan de wooncomplex Alliage aan de Koboldstraat in Apeldoorn is dinsdagavond onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. In zijn woning was een gaslek ontstaan. De politie ontruimde uit voorzorg de omliggende woningen omdat er een hoge concentratie gas werd gemeten. Om de bewoner uit zijn huis te bevrijden moest de voordeur van de woning worden opengeramd. Uit voorzorg legde de brandweer een watergordijnslang om de woning, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. In de woning trof de brandweer ook een hond aan. De hond had de hoge concentratie gas in de woning overleefd. Of het om een gaslek gaat of dat de bewoner vergeten was het gasfornuis dicht te draaien, is niet bekend. Zaterdag is op de Veluwe een Wiesentkalf geboren. Dat meldt de stichting Wiesent op de Veluwe vandaag pas. Of het om een mannelijke of een vrouwelijke Wiesent gaat, moet nog worden vastgesteld. Het is het eerste kalf van de moeder Wiesent. Sinds 12 april van dit jaar is er een kleine kudde Wiesenten op de Veluwe uitgezet. De Veluwe draagt op deze manier bij aan de instandhouding van de Wiesent. Op 14 juni start de stichting Wiesent op de Veluwe de zogenoemde Wiesent-excursies. Voor die tijd worden de dieren bewust met rust gelaten. Moeder en kalf maken het volgens de stichting goed. De 52-jarige Apeldoorner Peter Bos wordt de nieuwe trainer bij Ajax. Dat heeft het bestuur van Ajax dinsdag laten weten. Peter Bos gaat de huidige trainer Frank de Boer opvolgen. Bos neemt ook zijn assistent Hendry Kreuzer mee naar Amsterdam. Peter Bos gaat op 1 juli bij Ajax beginnen. Peter Bos heeft een contract met Ajax getekend die tot 30 juni 2019 loopt. Op de Sprengelo School in Apeldoorn werden vanmiddag de opstapdiploma's aan 25 kinderen uitgereikt. Opstap is een leer- en spelprogramma voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud die spelenderwijs taal- en rekenoefeningen gedaan hebben om de schoolprestaties te verbeteren. De diploma's werden uitgereikt door wethouder Paul Blokhuis. Het opstapprogramma is niet alleen voor kinderen praktisch, maar ook voor de ouders van de kinderen. Wethouder Paul Blokhuis vindt dit project echt noodzakelijk. Je ziet dat als dat niet gebeurt en als wel vaststaat dat in zo'n gezin met die kinderen er een achterstand is in taal, dat ouders zelf ook de Nederlandse taal heel moeilijk spreken, of niet, dat je eigenlijk al een valse start hebt als je met het onderwijs begint. En dit programma bestaat dus in Apeldoorn al een hele poos. Ook in andere Nederlandse gemeenten bestaat het, lang niet overal, maar wel in een aantal. En aangetoond is dat kinderen die dit volgen, dat die bijvoorbeeld een betere CITO-score hebben in het basisonderwijs. En dus betere kansen om volgstappen te zetten in het onderwijs en hun talenten te benutten. Ja, waarom is het nou ook nodig dat de ouders hier ook bij betrokken worden? Wat ik al zei, het is zo dat de ouders vaak zelf ook moeite hebben met de Nederlandse taal. En ook is het in andere culturen niet altijd heel vanzelfsprekend dat je een hele hechte band hebt met je kinderen, dat ze naast je zitten, dat je boekjes voorleest. En dat willen we toch ook wel meegeven, dat superbelangrijk is dat je per dag de quality time hebt met je kind en naast gaan zitten. Eventjes aandacht voor dat ene kind alleen. Die betrokkenheid van ouders is heel erg belangrijk. En later komt het ook terug, hè? Bijvoorbeeld de 10 minuten gesprek op school. Wij willen dat die ouders daar zelf naartoe gaan en dat ze niet zeggen tegen een broer of zus, ga jij maar eens even kijken hoe het op school gaat. Ouders die betrokken zijn bij het onderwijs, dat geeft een hele goede basis voor de volgstappen van de kinderen. En op deze manier helpt het scholen dus ook? Ja, het helpt de hele Apeldoorn samenleving. Scholen zijn hier ook vol lof over. Wij zien echt aantoonbare resultaten. Niet voor niks zijn er ook een heel stel basisscholen hier aanwezig die het nut hiervan inzien. Dus scholen zelf worden hier ook bij geholpen. Zowel de kinderen als de ouders hebben veel baat bij het opstapprogramma. Zeg, Kos, jij hebt vroeger meegedaan in dit programma. Toen je nog heel jong was, kun je daar nog iets van herinneren? Ja, dat ik heel veel opdrachten samen met mijn moeder heel vaak deed. En oefenen thuis, met boekjes lezen en opdrachten die dan in die boekjes stonden. En voor de rest herinner ik ook dat ik optredens moest doen hier met de andere kindjes. En dat vond ik wel heel erg leuk. Meer herinner ik niet. Maar wat heb je er ook wel aan gehad? Ja, je ziet sowieso wel dat je er veel aan hebt. Want er zijn ook kinderen die dan een taalachterstand hebben. Dat heb ik dan gelukkig niet gehad. Ondanks mijn vader die dan een beetje slecht in Nederlands is.
Ja, ik heb ook weer een pluspunt gehad dat mijn moeder wel goed in Nederlands was. En ja, die is dan hier gekomen door haar vriendin of ja, vriendinnen dan. Zo is ze daarbij op stap gekomen. Ja, je zegt van je moeder, die sprak eigenlijk wel goed Nederlands, maar je vader nog niet. Die moest er heel veel leren. Hoe is dat toen voor je vader geweest? Mijn vader vond het, ja, hij oefende ook heel vaak met mij. Dan, en hij ontwikkelt dan zichzelf erbij en mij dan ook. En ja, dat ging wel goed. Hij vond dat ook heel leuk. Ja, hij vond het ook echt leuk om met jou dat samen te doen. Ja, dat vond hij zeker. U hebt zelf ook meegedaan in dit programma. Hoe was dat voor u? Nou, dat was leuk, maar best intensief om deel te nemen. Want het heeft toch wel jaren geduurd, zeg maar. En je bent wekelijks bezig om het stof door te nemen met het kind. En je hebt elke week wel verschillende oefeningen. En soms heeft het kind geen zin. En dan moet je het kind stimuleren, maar ook aanmoedigen om de oefeningen af te maken. Dat is best veel werk, komt er eigenlijk bij kijken. Waren de oefeningen dan ook moeilijk voor u? Nee, de oefeningen die waren niet moeilijk voor mij. Maar soms heb je het idee van, nou, het kind begrijpt het niet helemaal. Hoe moet ik het gaan uitleggen, zodat het wel goed overkomt? En ja, daar denk je dan wel actief over na, zeg maar. Hoe moet ik het vertellen, zodat hij het leuk vindt en ook goed begrijpt? En jullie hebben dit ook echt als gezin gedaan. Uw vrouw, alle kinderen, die hebben ook allemaal meegedaan. Hebben jullie dan gewoon allemaal om tafel gezeten? Zijn jullie daartoe mee bezig gegaan? Ja, je krijgt zeg maar een programma mee voor 2 weken. Dus dan krijg je gewoon oefeningen mee. En de weeknummers en de dagnummers die staan erop. En het is een kwestie van plannen, zeg maar. Dus gezamenlijk ben je er wel heel actief mee bezig. Ja, dus met het hele gezin. Ja, ik kan me voorstellen dat u ook heel trots bent. Ja, klopt. Het is toch wel leuk. En vooral omdat mijn kind het ook zo ervaart, zeg maar. En dat hij het programma heeft kunnen afronden. Op Stap Apeldoorn vierde vandaag ook haar 25-jarig bestaan. Wethouder Paul Blokhuis kreeg daarom het jubileumboek van Op Stap aangeboden. Voor het komende seizoen staan heel veel kinderen en ouders op de lijst om aan het opstartprogramma mee te doen. Veel meer dan Op Stap eigenlijk aan kan. Ben Azouz, die zei, nou, er zijn al heel veel aanmeldingen nu voor het volgende programma. Er komen ook heel veel statushouders nog naar Apeldoorn. Is er nou nog ruimte om dit project verder uit te breiden? Nou, dit loopt al heel lang in Apeldoorn, zoals ik al zei. Het is het 25e jaar, met naar volle tevredenheid. En kijk, heel simpel, als Khadija naar mij toe komt en zegt, er staat echt een hele lange wachtlijst, we moeten een tandje meer, dan gaan we het gesprek erover aan. En ja, terecht meld je zelf, Daniel, dat er een hele groep kinderen zit aan te komen vanuit de AZC, wat we straks hier krijgen. Dat zal een apart gesprek vragen, ja. Ja, maar er zou nog wel ruimte voor zijn, even samenvattend. Die deur die staat zeker altijd open en wij zien sowieso een grote opgave bij een grotere stroom vluchtelingen die hier naartoe komt, die we met open armen gaan ontvangen, ook in het onderwijs. Ja. Morgen is het wisselend bewolkt met aardig wat zon. Het is droog en het wordt rond de 20 graden. In de avond en nacht kan er een buitje vallen en daalt de temperatuur naar 7 graden. Vrijdag is er een kans op een bui. Zaterdag zijn er geregeld buien. Het wordt dan rond de 22 graden.